Ik ga praten met Arild Veld. Hij is kunstenaar, maar ook voorzitter van de stichting KW37. Hij zit op een prachtige plek, want we horen de vogeltjes zo fijn fluiten. En deze kunstenaars die hopen op een nieuwe stek, want zij moeten daar gaan verdwijnen in Schuitgraaf. Arild Veld, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben vorige week van de gemeente te horen gekregen dat ze plannen gaan ontwikkelen om in 2020 hier te gaan bouwen. Ja. En eigenlijk conform de afspraak hebben ze dat in een vroeg stadium laten weten. Dus dat is eigenlijk heel fijn dat ze dat op tijd laten weten. Dus wanneer zouden jullie dan de spulletjes moeten opruimen? Ja, dus er is een datum genoemd van 1 juli volgend jaar. Oké. Hoeveel mensen zitten daar in jullie kunstenaarskolonie? Ik denk in totaal dat er zo'n 12 huishoudens, 10 tot 12 huishoudens. Goed, daarover hebben jullie dan contact gehad met de gemeente Arnhem. En bieden zij jullie ook nog een andere plek aan? Dat is nog helemaal niet aan de orde. Daar gaan we het misschien wel een keer over hebben, maar dat is nu allemaal nog veel te vroeg. Wat voor plek is dan het leukste om te gaan zitten, bijvoorbeeld? Nou, kijk, het concept wat we hier met z'n allen hebben, dat is ook toepasbaar op een andere plek. Ja. En niet per se locatieafhankelijk. Al is het wel mooi gegroeid nu met alle planten en boompjes en vogels. En het is ook een soort natuurlijke oase geworden. Dat is natuurlijk jammer. Het duurt er even een paar jaar voordat je zoiets weer kan realiseren. Hè? Ja. Dus een beetje in de natuur, in de buurt van de stad. Ja, die combinatie is geweldig. Maar hij kan niet. Ik heb geen glazen bol, ik weet het niet. Nou, ik hoop dat er voor jullie een hele goede oplossing komt. Ja. En dat je ruim de tijd krijgt om met elkaar weer zo'n fijne plek te vinden. Gewoon met goede moed vooruit en dan komt het wel goed, neem ik aan. Arild Veld, kunstenaar en voorzitter van de stichting KW37. Succes met alles, hoor.